Welcome to today's video, where we showcase one of the finest racing pigeons from the renowned fancier Marcel Sangers in the Netherlands. Known for breeding top performing pigeons, Marcel Sangers birds have made their mark in the racing pigeon world with outstanding speed and endurance. Stay tuned as we dive into the achievements of this incredible pigeon. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment, and subscribe for more exciting racing pigeon content. Make sure to hit the notification bell so you never miss our latest updates. Hier heb ik dan de stamvader van het hok, dat is de Superkweker. Hij is van 1995 en hier heb ik heel veel goede duiven uitgehaald. In al mijn duiven hier in het hok, daar loopt zijn bloedlijn loopt er doorheen. Zijn vader was de Asduif 43, dat was een hele goede vlieger. En zijn moeder was de 303, dat was een zuster van de dakgoot. Hier heb ik heel veel goede duiven uitgehaald, zoals Tommy Gunn, Red Lola, Mili 715, dat is de moeder van Eagle Eye. Dus er komen eerste prijswinnaars en nationale asduiven naar deze lijn. De volgende duif die ik je laat zien, dat is Apache. Die was meermaals asduif in de kring en in de vereniging. Hij won 94 prijzen zonder dubbeling. Hij is ook vader van Nina. Nina won de eerste NPO van Bourges. Dat was 627 kilometer tegen 10.764 duiven. Hij komt uit Santia met schone lichten. En Santia was ook de vader van Top Gun. En die werd voor mij beste nationale asduif op de midfond. Deze komt uit de oude kamphuislijn. Apache. De volgende duif die ik laat zien, dat is Tommy Gunn. Dat is een doffer van 96. Hij bevrucht ook niet meer. Maar hij was beste Vitesse duif in de regio hier. En hij is winnaar van 8 eerste prijzen. Hij was eigenlijk de eerste zoon die je kweekte uit de Superkweker. Uit die rode doffer die we hier ook hebben gezien op de film. En hij is dan een broer van Red Lola en van Mili 715. Hier heb ik de Hayabusa King. Deze duif heeft super gevlogen. Deze duif die won 6 keer een eerste in groot verband op de Vitesse en de midfondvluchten. En nu is het een hele goede kweker geworden bij mij. Vooral de kleinkinderen doen het erg goed. Hij won 6 keer een eerste prijs. Hij won een eerste van Duffel van 17.800 duiven. Nog een eerste van Duffel, 4.600 duiven. Een eerste Sint-Christijner nu van 3.000 duiven. Een eerste Chimay van 2500 duiven, een eerste Libramont van 2600 en een eerste van Pont Sint-Max van 1100 duiven. Dit is Laser Gun, die was derde nationale asduifjaarlingen bij de Best of the Best. Is een kleinzoon van Top Gun, die was nationale asduif op de midfond. Deze doffer won ook een eerste NPO van Chantilly tegen 8734 duiven. En nu een van mijn topkwekers. Laser Gun won dus een eerste NPO van Chantilly van 8734 duiven. Hij won ook een eerste van Perronne van 1485 duiven. Een vierde van Chantilly van 5200 duiven. Een vijfde van Perronne van 11500. Een vijfde van Hevelee van 9600. En een zesde van Perronne van 9800. Nog een zesde van Perronne van 6200. En nog een keer een achtste van 5640 duiven van Perronne. Dit is Eagle Eye, eerste nationale asduif van Nederland in het jaar 2000. Won ook de loodzware NPO-vlucht vanaf Chartreux, 675 kilometer. Toen won hij de eerste van 7834 duiven. Met een snelheid van 1046 meter per minuut. Echt een superduif. Maar hij won ook op de NPO-vlucht van Vierzon de 12e van 8000 duiven. En van Lafette bijna de 23e NPO van 9800 duiven. En als jonge duif won hij de 69e Nationaal van Orleans van 14.395 duiven. En hij maakte me ook in 2000 samen met Shotgun Nationaal Kampioen van Nederland. Het beste hok op de dag vond. Dit is een andere goede kweker van me. Ik noem hem Pichum. Het is een mooie blauwe doffer van 2005.
Hij won als jonge duiven het tweede nationaal van 16.400 duiven. Maar nu, de laatste twee jaar, kweekt hij erg goed. Ik heb Tom eruit gehaald, dat is een van mijn beste duiven op de dagfond. En vorig jaar kwam Amber eruit. En dat was de beste jonge duif van afdeling 8 op de NPO-wedvluchten. Tegen 36.000 duiven, waar ze mee begonnen, was zij de beste. En dit is de vader. Dit is dus Monica. Dat is de duivin die toen op Pichem stond, waar Amber uitkomt. De beste jonge duif van de afdeling 8 op de NPO-vluchten. Deze duif is nooit gespeeld. Deze duif heb ik gehaald bij Alwin Petri. En haar vader was tweemaal asduif van de kring Zutphen. Dat was Majesty. Hele mooie kleine duif. Dit is dus Amber. Zij was vorig jaar jonge duifkampioen van de afdeling 8 op de NPO-vluchten. Ze werd jonge duifkampioen in de club, in de kring en in de regio. En ook bij de Fondclub werd ze jonge duifkampioen. Ze is dus een dochter van Pichem met Monica. Dat zijn de twee duiven die we net hiervoor hebben gezien. Die blauwe doffa met die blauwe witpen daarin. Dus, en zij heeft zeer goed gevlogen. Dus op de nationale jonge duivenvlucht Mantis Laioli. Toen won ze ook nog de achtste nationaal van 12.995 duiven. Ze is dus een halfzuster van Tom. Dat is een van mijn beste dagvondduiven. Die laat ik u hierna zien. Dit is dus Tom. Dat is ook een zoon van Pichem. Die was vorig jaar beste jaarling in de kring op de dagvondvluchten. En hij won ook nog, afgelopen week won hij ook nog de 17e NPO Bourges van 6.936 duiven. Dus echt een hele goede vlieger. Vorig jaar ook op de dagvond helemaal niet gemist. Heeft nog nooit gemist. Dus gaat volgende week weer mee als getekende duif naar Châteauroux. Dus afgelopen week nog de 17e NPO van Bourges. Maar hij won ook al de 17e NPO van Blois van 4.200 duiven. En vorig jaar ook de 23e NPO van Bourges van 3.672 duiven NPO. Hij is dus een halfzuster van het is dus een halfbroer van Amber. Dit is Fastest Lightning. Dat is nu de doffer van mijn superkoppel. Hij komt uit Charlie. Charlie was een zoon van kleine Dirk van Koopman. En zijn moeder is een dochter van mijn superkweker, Red Lola. Hij vormt samen met Miss Geniality het nieuwe superkoppel van mij. En zijn ook de ouders van Fast Red. Die zal ik jullie zo even laten zien. Deze doffer vloog zelf ook heel goed. Hij won een eerste van Hevelee van 9000 duiven. Hij won een zevende van Le Mans van 25.000 duiven. En hij won de achtste NPO van Orleans tegen 18.127 duiven achter 5 hokgenoten. Daarna heb ik hem niet meer gespeeld, op de kweek gedaan en ik heb er nooit spijt van gehad. Dit is Miss Geniality. Zij is een dochter van Eagle Eye, eerste nationale asduif van Nederland in 2000. En de moeder is Activision en die kwam uit Mr. Ermaveen met Jimin. Dat was een rechtstreekse koopmanduif. Deze duivin werd in de Fondclub jonge duifkampioen op de langere wedvluchten voor de jonge duiven. En zij is ook de moeder van Fast Red, die ik jullie hierna laat zien. Maar ze is ook de moeder van Red Fox met een eerste van 9000 duiven. De moeder van Alaida, dat was ook een hele goede vlieger. En daar weer een zoon van, was beste jonge duif weer in de kring Zutphen in 2007 als jonge duif. Het kweekt geweldig door. Het is dus een 50% zangersduif met 50% koopman. Dit is dan Fast Red. Dat is een zoon van Fastest Lightning, die rode doffer die we net hebben gezien. En de moeder is Miss Geniality, dat is die vale duivin die jonge asduif werd. Dit is nu een van mijn beste vliegers. Hij won onder andere al een eerste NPO Château Dun van 6000 duiven. Hij won nog een 23e NPO van Breuil Lafette van 5800 duiven. En hij won dit jaar weer een 7e NPO Châteaudun van 9160 duiven.
Dat is echt een van mijn betere duiven deze. Ik laat jullie nu twee van mijn betere duivinnen zien. Deze duivin is Amari. Die werd tweede jonge duifkampioen in de kring achter een hokgenoot als jonge duif. En als jaarling werd ze derde asduif op de natour, ook achter twee hokgenoten. Ze is net niet goed genoeg voor de dagvond, want daar is ze te licht voor, vind ik zelf. Als ze daar naartoe gaat, dan komt ze helemaal kapot gevlogen terug. Dus daar speel ik haar niet op. Ik speel haar gewoon een beetje op de midvond. En ik speel haar ook niet elke week. Als ik geen zin heb, doe ik haar niet mee. En als ik denk van, ach, heb ik weer wat te wachten, dan gaat ze mee. Ze is in het begin van het seizoen gewond geweest. Toen heb ik haar dicht moeten naaien. En toen is ze ook 2-3 weken niet mee geweest. En toen hebben we haar weer een beetje voorzichtig ingespeeld. En vorige week won ze nog van regio 1 en 2. Vanop Peronne won ze de eerste van 8300 duiven. Dus je ziet, het is een echte wringer in de hand. Ze komt uit de vader van Lasergun. Dat is een zoon van Top Gun. En de moeder was een rechtstreekse duivin van Gerard Koopman. Deze duivin, dat is Farah. Dat is de 514. Ze komt uit Charlie, dat is een zoon van de kleine Dirk. En de moeder is de Golden Crown. De Golden Crown won twee keer een eerste prijs van over 14.000 duiven. Deze duif won vorige week nog de 15e NPO van 7.400 duiven. Dit is een van mijn, samen met Amari zijn dat mijn twee beste daarbinnen tot nu toe. Ook won ze nog een 44e NPO van Bourges. Ze won een vierde van Pommeroel van 5.900 duiven, achter drie hokgenoten. Nog een 14e van Duffel van 8.700. Nog een 10e van Lommel van 3.100. En ga zo maar door. Echt een goede duif. Deze duivin is Bibi. Bibi is een kleinkind van de Hayabusa King. Ze won een eerste van Pommeroel van 5.900 duiven. En ze is ook de partner van Fast Red. Ik heb ze altijd op elkaar staan. Dus, en mogen ze overblijven allebei, dan gaan ze eind van het jaar gaan ze naar het kweekhok. Dit is Annika. Dat was een hele fijne vliegduivin. Totdat ze een probleem kreeg aan haar vleugel. Toen heb ik haar niet meer gespeeld, heb ik haar op de kweek gedaan. Ze won een eerste van 7.700. En ze is ook de moeder van Gloria, die won ook een eerste van 3.000. In haar stamboom zien we veel de bloedlijn van kleine Dirk. En mijn eigen lijn van Tommy Gun en ook nog van Top Gun zit daarin. Dus dit is echt een geslaagde kruising. Zangers Mal Koopman. We hebben net dan gezien Annika, die blauwe duivin. En dit is dan Gloria, dat is haar dochter. Deze won ook een eerste van 3.000 duiven. Dus die wou ik ook even laten zien. Dit is de Golden Crown. Dat is zelf een duif die twee keer een eerste won van 14.000 duiven. Ze won ook nog de NPO-vlug. En ze won nog een auto. En ze is ook de moeder van de eerste NPO Orleans tegen 18.127 duiven. Deze duif die heb ik aangeschaft bij Edwin Hoogland in 2003.